Goedemorgen dames en heren, tof dat jullie kijken naar mijn kanaal, Bram. Vandaag ben ik weer bij mijn grote vriend. En ik ga nu, wat ik gisteravond zat te spelen, ga ik weer even doen. Nou, wij gaan naar de boot toe, volgens Nick. Want hij is net teruggekomen en hij moest ook zo'n prik hebben. En ik gisteren, maar ja, zodoende. Maar het ziet er heel mooi uit, het weer. Het wordt 18 graden. En er staat niet zoveel wind als het goed is. Nee, valt mee. Dus we gaan nu lekker erheen. Zo, wij zijn bij de boot. En wij gaan... Het is nu 1:30. Ik weet niet of jullie me goed kunnen horen. Maar wij gaan lekker op de boot en dan gaan we lekker de Maarsveensplas op. De Loosdrechtsplas. Ja, wij gaan nu even de boot loskoppelen en dan gaan we. Zo, we hebben natuurlijk wat spulletjes meegebracht. Laat ik nu even zien. Geen reclame voor de producten die hier staan. We hebben dubbel fris framboos en cranberry, witte druiven, citroen, desperado's, jodenkoeken, Blue Band met zeezout en gravelian. Ik weet niet wat het is ook weer, maar... Het is wel in ieder geval lekker en een zak brood. Nou, wij gaan ook even natuurlijk eten, want dat hebben we ook nog niet gedaan. Daarom hebben we, anders broodjes dan Loosdrechtsplas. Of de Vecht. Want het zat wel een beetje wind. Dus. Maar het is wel heel lekker weer. We zitten gewoon... Bram ruimt afval. Hallo, dat is jouw afvalvriend. Ja. Echt niet. Dat was van de vorige keer jij liet liggen. Nee. Echt gewoon, net zoals dat dekseltje. Nee, dat is ook niet meer. Nee, die ligt daar. Wacht, dekseltje dan. Arie, dat is eigenlijk. Dus wij gaan nu uitvaren en dat ga je natuurlijk weer zien. Wacht, ik betaal. Weet ik niet, hoop. Zo, wij zijn nu weer op het plekje waar we de vorige keer ook waren. Maar wij gaan nu wel echt naar de Vecht proberen. Want het is nu 3:15. Dus ja, we gaan het even kijken hoe het lukt. En misschien, misschien komen we er niet eens omdat we geen losgrap bij ons hebben. Maar dat gaan we wel zien. Misschien kunnen we wel een deeltje sluiten. Voor één keertje dan. Nee, maar we gaan het even kijken en dan laat ik jullie zo wel... zien waar we zijn. We gaan er dus niet doorheen omdat we over een uurtje terug gaan. En ja, misschien voor het geld, ik weet niet hoeveel het kostte, maar... €5 per doorheen. €5 dus. Dus heen en terug, dan zijn we gewoon €10 kwijt. We kunnen beter net zo goed naar Utrecht gaan. Ja. Nee, Utrecht was het ook €5 heen en €5 terug. Maar dat gaan we dus niet doen. En we gaan denk ik gewoon weer richting huis, gewoon een beetje niet. En dan zien we het wel weer even. Maar ja, dat was te proberen. Misschien gaan we nog wel even naar de andere sluis toe, even kijken. Hij krijgt het niet voor elkaar. Mijn mond lukt het. Rustig goed. Aftrekken. Ja, kijk. Hey. Boe, dat duurt lang. Hallo. Hij krijgt het niet voor elkaar, hoor. Ja? Ja! Zo, we hebben even. Nou, ik heb even drone shots gemaakt en om ons al nog even een beetje te
Rutte, denk ik. Oh, even eten. Maar, wij gaan nu naar de haven terug en dan zien wij jullie wel weer daar. I'm waking up, ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, and checking out on the prison pen. This is it, the apocalypse. Whoa. We zijn op de jachthaven en we gaan even de spullen pakken en dan gaan we weer lekker naar huis. Dus ja, even nu alles opruimen voor de volgende en dan kunnen we ook weer gewoon met gerustheid naar huis. En dan gaan we de volgende keer, denk ik, wel weer varen, maar dat zien we wel. Dus even opruimen en dan gaan we. Tjallas! Doei! Zo, en we zijn weer thuis. En Ron die is nog even zijn fiets aan het wegzetten. Maar we zijn thuis aangekomen. Ik heb het echt warm, ouwe. Ik had niet verwacht dat het zo warm zou vandaag worden. Maar ja, we zijn dus thuis en we gaan... Nu gaan we even wat drinken, denk ik. Ron is het ook helemaal zat. Nou, doe je? Ga vandaan. Even wat anders. Je weet de weg, hè? Ik weet de weg, ja, inderdaad. Nou, we werken waarschijnlijk lopen alsnog naar zelf. Ik ben weer lekker thuis gekomen. En ja, ik ga nu even met de mond discorten. Want we moeten nog even iets bespreken voor de avond die hij wou doen. Maar daar moet ik nog even mee praten. Want ja, dat hadden we nog niet gedaan. Maar dus, ik zal het even... Ik moet even inloggen, maar... Kijk, hoppa. Maar ik moet even dus dingetjes nu doen. En daar ga ik nu even mee praten. Checking out on the prison bus. This is it.